de Kuip die... rond de klok van 1 uur bijna helemaal gevuld was. In afwachting van wat de wedstrijd, de climax van het seizoen moet worden. Na 18 jaar en 19 dagen wachten moet de landstitel uiteindelijk terechtkomen in Rotterdam-Zuid. Het was met afstand de langste week van die 18 jaar. Want het ging mis op Woudestein en wat ging daarna de tijd traag. Maar het is nu bijna 2:30. Dat betekent dat we zo gaan beginnen aan die wedstrijd. De laatste van het seizoen tegen Heracles. Natuurlijk staat dit schitterende stadion bekend om zijn sfeer. Maar zoals vandaag heb ik het toch echt zelden meegemaakt. En in deze sfeer moet Feyenoord vanaf speelronde 1 de lijst aanvoerder in de Eredivisie. Dus nog één keer pieken. Nog één keer resultaat halen. Een overwinning behalen om aan alle onzekerheid, aan al het wachten, aan de hunkering een einde te maken. En zich te kronen tot kampioen van Nederland. Zondagmiddag 2:30 in troebelzicht. Feyenoord op jacht naar de 15e landstitel in de geschiedenis. De eerste sinds 1999. Een duel met Hoogma, een van de revelaties van het seizoen. Daar gaat de bal in de richting van Kuyt. De Wierik glijdt weg en Kuyt kan het al heel snel doen. En doet het! Kuyt doet het! 41 seconden precies. Kuyt doet het. De ontlading is gigantisch. Feyenoord op voorsprong. Alles komt los. Alles wat een week geleden niet lukte op Woudestein wordt binnen 40 seconden weggeknald door Dirk Kuyt. Het boegbeeld dat terugkwam om kampioen te worden. En het wordt breed gehouden aan de linkerkant door El Giro Elia. Elia gaat de actie inzetten. Elia, 2-0! 2-0! En weer Kuyt. 2-0 Feyenoord. Het ideale scenario ontvouwt zich in de Kuip in Rotterdam. Routinier, boegbeeld, doelpunt te maken. Dirk Kuyt. 2-0 binnen 12 minuten. Vilena nadrukkelijk betrokken in de festiviteiten daar. En gezien de status van Feyenoord in de eigen Kuip dit seizoen zou je zeggen, die gaat niet meer mis. Voor Rotterdam-Zuid. Ah, die meneer, die had het niet meer. Die heeft een week achter de rug. Dan gun je je ergste vijand niet. Berghuis, mooi balletje van Toornstra. Terugleggen richting Jurgensen. Kuyt sluit aan en vuurt hem voorlangs. Geweldige rol voor hem natuurlijk in de eerste helft. Voor Kuyt kan de oudste Feyenoorder worden sinds Johan Cruijff. Die landskampioen wordt. Cruijff was in 84 nog een jaartje ouder. 37 om 36. Hoogschop van Berghuis. Kom al! Vrije kopkans voor Nieuwkoop. Naar de Australiërs. Die het verblijf met een weekje moesten verlengen. Congolo met een hele lepe actie. Maar dan voor de derde keer volgens mij dit seizoen een bovenbeenblessure. Is wel heel triest voor Congolo. En zoals gezegd, niet de eerste keer. Ja, dat wil je liever natuurlijk niet zien in een wedstrijd in een middag. Waar het feest centraal moet staan. Maar het schiet erin in zijn lies, zo te zien. Ja, dat zie je dus liever niet. Deze aftocht van Congolo. Nederland was al een aantal keer eerder dus stand-in. Hij maakt zijn opwachting in wat hoogstwaarschijnlijk de kampioenswedstrijd van Feyenoord gaat worden. Hoogma, daar gaat Niemeyer. Die paas is goed en dit is de eerste echte kans voor Heracles. Voor Niemeyer, hij zal erin gaan. Dan heb je echt weer de spanning helemaal terug. En dan had de ontspanning weer plaatsgemaakt voor de hoogspanning. Heel voorzichtig worden de kartonnen schalen tevoorschijn getoverd. Berghuis op snelheid, vrij gemakkelijk langs Flederis nog altijd. Berghuis, dan probeert hij het zelf in de korte hoek. Dan ligt Castro in de weg. De meest dreigende bij Feyenoord in de tweede helft, Steven Berghuis. De hoekschop. Asacikoglu en Nieuwkoop staat geen buitenspel, maar weer geen 3-0. Feyenoord toch op zoek naar wat extra kleur nog in zijn kampioenswedstrijd. Maar Castro staat in de weg.
Armenteros. Ineens is daar Armenteros. Wat is daar aan de hand? Niets, oordeelt Wichler. Geen strafschop, geen overtreding. En ook geen protesten bij Heracles. En ook niet bij de hoofdrolspeler zelf in deze situatie. Hier is Berghuis en daar gaat Karsdorp. Al zijn energie in de laatste minuten, de kans. En hey, penalty. Penalty, strafschop Feyenoord. Nou, laat het dan maar een kuit over, zou je zeggen. Om het scenario helemaal compleet te maken. Gele kaart nog, maar de bal op de stip. Ja, geen enkele twijfel. De bal gaat naar Kuyt. Natuurlijk gaat de bal naar Kuyt. Kuyt voor zijn hattrick. Kuyt heeft zijn hattrick. Totale ontlading in Rotterdam. Een jongensboek en meer dan dat, een helder epos voor Dirk Kuyt uit Katwijk. 36 jaar, 3 goals in de kampioenswedstrijd. Een onwaarschijnlijk verhaal. En een stadion dat schudt als nooit tevoren eigenlijk. Al dat wachten, alle dromen, alle teleurstelling, allemaal vervlogen. De hunkering wordt de realiteit. Op zondag 14 mei 2017. Er komt nog een schot. En er komt nog een goal ook voor Heracles. Een schitterend doelpunt van Van Ooyen. Maar je hebt eigenlijk het idee dat heel veel mensen dat niet eens meer in de gaten hebben. En dat is ook helemaal niets interesseert. En kijk eens naar wat het hem doet. Kijk eens naar de emotie bij Kuyt. Emoties nauwelijks de baas na een scenario dat hij misschien wel een keer afgespeeld had ergens in een hele gekke droom. Maar in het leven van Dirk Kuyt worden de gekste scenario's toch uiteindelijk realiteit. Zo ook deze. Want Kuyt zakt ineen, is de man van Feyenoord deze zondagmiddag 14 mei. Deze legendarische zondag in Rotterdam-Zuid. Waar Feyenoord voor het eerst in 18 jaar en 19 dagen... kampioen is van Nederland. Landskampioen. Feyenoord-Rotterdam. En de emotie. Woorden die vaak gebezigd worden. Maar in dit geval echt waarheid zijn. Die emotie is ongeëvenaard. Ongeëvenaard groot. Dolle blijdschap. Gekte van geluk. Een tranen van ontroering. Fantastisch. Ik denk dat we, ja, van tevoren kon het niet meer misgaan. Maar uiteindelijk, weet je, zijn we een club van geen woorden maar daden. En we moeten het laten zien op het veld. Dat is het enige wat telt. Ik denk dat we geweldig de wedstrijd beginnen. Daarom winnen we deze wedstrijd. En dat Heracles geen gevoel geeft dat hier iets te halen valt. Maar ja, als je uiteindelijk 3-1 wint en je bent kampioen. Ja, fantastisch na zoveel jaar. Ik ben zo trots op mijn team. Wat dacht je? Als ik toch mag starten? Ja, ik was er klaar voor, maar op zo'n manier kan je alleen maar van dromen. Is dit waar jij ook van gedroomd hebt en waar de mensen al 18 jaar naar smachten? Is dat wat je gevoeld hebt, ook het gevoel van de supporters? Ja, dit is een droom die ik waar wilde maken. Niet alleen voor mezelf, maar vooral voor deze mensen. 18 jaar, 3 generaties lang geen kampioen geworden. En toch altijd de onvoorwaardelijke steun gehad. Zij zijn de grote bron geweest achter dit succes. Ja, wat heb je aan hen gemerkt de afgelopen weken? Het is ook niet meer hopen, het is ook geen smachten. Wat is het? Ja, het is bijna een religie en een geloof. Maar deze mensen die hebben hier zo lang op gewacht. Dat je de spanning zo erg voelde. Maar het was ontzettend mooi om mee te maken. Ik moet eerlijk zeggen, ik voelde veel spanning deze week. Maar op het veld, ja, met het publiek erachter, wist je dat het niet fout kon gaan. En dat hebben we vandaag laten zien en ik denk dat we verdiend kampioen zijn. Ja, dan start je op een wonderbaarlijke wijze. Dirk was boos, hè? Ja, ik zei voor de wedstrijd tegen hem van... als iemand het gaat doen, ben jij het. En hij is het hele jaar voor ons belangrijk geweest. Buiten het veld, maar ook gewoon in het veld. En vandaag laat hij gewoon even zien dat hij ons eigenlijk ook kampioen heeft gemaakt. Geweldig, na 18 jaar mensen. Fantastisch toch. Yes, ik denk dus met die schaal naar
De laatste meters van Jesse Dudek. En dan is het aftellen geblazen. En daar is het zover. Gaat de schaal de lucht in. Is Feyenoord de beste van Nederland. Is het smacht en het wachten voorbij. En is de ontlading compleet. De 15e landstitel in de geschiedenis. Wordt op 14 mei 2017 binnengehaald. Na een 3-1 overwinning op Heracles Almelo.